Genieten! Genieten! Yo, beste mensen van het schoolleven, mijn naam is Dardro, welkom op mijn YouTube-kanaal. Vandaag zijn we weer in de serie Dardro gaat vast met deze geweldige Range Rover hybride. Een Evoque hybride met 300 pk, speciale uitvoering. Echt geweldig om mee te rijden. Ik ga zo meteen samen met jullie de wagen laten zien, zowel van binnen als van buiten. En we hebben vandaag iemand speciaal bij. Een dronefotograaf. Zijn info staat in de beschrijving. Ga zeker vast even checken, want deze beelden zijn gewoon insane. Dikke merci aan de garage Jaguar Land Rover in Hasselt voor deze wagen mijn hele week uit te lenen. Echt geweldig. Dardro gaat vals weer, dat gedacht mannetjes. Maar dat ik dus verwacht dat de pitstops voorbij zijn, hè. Dat is begrepen. We zitten hier in Dardro gaat vast met dikke droneshots, niet normaal. We zitten hier op een afgelegen wegje waar dat heel veel mensen eigenlijk met de fiets doorkomen. Dus het is hier eerder een fietsroute dan een autoroute. En we dachten om hier even op het gemakske te komen filmen, maar dat is blijkbaar toch anders uitgedraaid. 2 hours later. Hoppa! We gaan er eens mee vertrekken. Hier is al een tractor. Hupsakee. De stop induwen en op start stop. Voilà, lasse. Hoi, die meneer die kon niet lachen. In België zijn de mensen allemaal zo zuur. Wanneer de deuren dicht gaan, dan gaan ook automatisch de klinken dicht. Wat me wel opvalt is dat er heel veel van de Velar ook in terugkomt. Dit is het tweede model eigenlijk van de Evoque. Wat mij opvalt is dat deze wagen eigenlijk het luxe kleine broertje is van de Velar. Deze wagen is klein. Het is geen hele grote SUV, maar het voelt wel aan alsof je de king of the road bent. Het voelt aan alsof je de grootste wagen hebt waarmee je op de baan bent en dat iedereen gewoon kleiner is dan jij. Zo voelt het eigenlijk aan. De wagen is gewoon super comfortabel, 4x4, is gewoon een genot om mee te rijden. En ja, ik kan het niet meer aan voldoende zeggen. Het is een hele propere wagen. Kleine SUV, langs de buitenkant is het heel compact, heel makkelijk om te parkeren ook vooral. Ook zeker met de parkeersensoren en dergelijke meer, zoals de camera. Hupsakee. En zo, misschien dat ik mijn velgen niet kapot rijd. Ik ben echt een perfectionist daar. Nee, velgen, als ik ooit een velg raak, dan ga ik echt niet goed zijn. Maar in ieder geval, we zijn dus onderweg met de 300 pk editie van deze Range Rover Evoque hybride. Maar vergeet niet dat de wagen wel een 2 ton ledig weegt. Hij is ongeveer een 1800 kilogram. En dan nog een paar mensen mee, dan zit je al gauw aan een 2 ton. Als je 2 ton moet sleuren, moet je toch wel een beetje vermogen hebben. En deze wagen heeft het gewoon. Gewoon 300 pk onder de motorkap. Nu, het is niet de wagen waarvan je natuurlijk langs de buitenkant zou zeggen: oh my god, dat is veel vermogen of daar zit iets speciaals in of zo. Nu, de wagen ziet er wel heel mooi uit, begrijp me niet verkeerd. Maar het is meer een luxe wagen dan eigenlijk een krachtpaard, laten we het zo zeggen. Alhoewel 300 pk, ik vind het toch meer dan voldoende. Ik zelf heb een auto met 200 pk, ook een Jaguar wel. Maar 200 pk vergeleken met dit is toch niet hetzelfde. Dit is een quattro, hij is vierwiel aangedreven. Ja, vierwiel aangedreven wagens. Het is ook wel een ander gevoel van rijden, geef ik eerlijk toe. Ik ben van voortractie naar achtertractie gegaan. En nu een 4x4 is echt waar genieten. Ook in de bocht gevoelt gewoon dat het gewicht moet verdeeld worden. En de wagen verdeelt het gewicht ook wel daadwerkelijk perfect. Oh man. Deze shots zijn echt insane. Die drone, holy moly. Ik dacht, ja, Range Rover heeft mij een week een auto mee om daar uiteindelijk ook nog een leuke video mee te kunnen maken. Ik had de hele week slecht weer, maar echt super slecht weer. Maar vandaag op vrijdag namiddag, is het toch wel eventjes zo dat de zon begint te schijnen. Dus we hebben er toch wel even gebruik van gemaakt om nu de video te maken. Zo snel mogelijk, want ja, het kan maar eens weer heel snel slecht weer zijn. Maar een week lang hebben we deze geweldige wagen meegekregen van Jaguar Land Rover. Ook bedankt voor het vertrouwen, want een week een auto uitlenen aan iemand die je eigenlijk niet zo goed kent.
Ah, wel chapeau, echt waar. Dat vind ik echt, dat voelde ook wel meteen goed dat de baas van de Land Rover, de Jaguar Land Rover, mij daar direct in vertrouwde en zei van oké, je wilt een serie maken, ik vertrouw je daarin, laat maar zien in september hoe die serie eruit ziet en ik geef u om te beginnen deze wagen al mee. Is gewoon geweldig, dus dikke shout-out ja, naar u. Ook niet onbelangrijk voor de zelfstandigen onder ons. Deze wagen is 99,1% aftrekbaar, dus quasi 100% aftrekbaar. Inschrijving van €50 en een jaarlijkse rijtax van €160. Dat heeft allemaal te maken uiteraard met, ja, met het elektrisch rijden, hè, hybride, elektrisch. Het is een zeer zuinige wagen, dus dat wordt je uiteindelijk voor inschrijving en voor jaarlijkse tax ook wel voor beloond. Dus dat is wel heel mooi. Dat deze wagen uiteraard wel een... Ja, het heeft wel een kostplaatje hoor. Deze wagen gaat al gauw naar een 70k gaan. Hoe ik deze wagen hier op dit moment bij mij heb, zou die ongeveer rond een 70k zitten. Dus dat is toch wel een aardig prijskaartje om dan te horen dat de rijtax en de BV redelijk goed meevalt. Ja, dat is natuurlijk wel een pluspunt. Deze wagen nodigt ook niet uit om te snel te rijden. Weet je wat? Ik ga het anders formuleren. Deze wagen nodigt niet uit om sportief te rijden. Te snel is iets anders natuurlijk. Ik merkte heel snel als ik de wagen pas had, begin van deze week, dat ik heel snel te snel reed. Dat ik sneller aan de 60 zat dan dat ik 50 moest rijden. Dat als ik 70 moest rijden, dat ik eigenlijk al mijn gas moest lossen voor ik dacht van oh, ik moet nog 70 gaan beginnen rijden. Ik was er gewoon al. Deze wagen heeft echt wel zodanig veel comfort dat het, ja... Het is een veilig gevoel. De wagen geeft u een veilig gevoel. En aan de andere kant, je rijdt al snel te snel. Dus snelrijden is niet echt veilig. Dus het is ergens tussen midden. Dus het is een zeer zuinige wagen, ga ik niet zeggen. Als je hybride gecombineerd rijdt, is het een zeer zuinige wagen. Dan zit hij rond 8-9 liter. Maar ja, als je bijvoorbeeld enkel op benzine gaat rijden, dan is het toch niet wat dat boekje voorschrijft. Trouwens, om het eventjes te hebben over de infrastructuur, wat staat er eigenlijk allemaal op die wagen op? Hè? Dat is wel ook wel belangrijk dat ze dat weten. Het is niet enkel een snelheidsmeter in deze wagen, nee, er is veel meer aan. Je hebt stoelverwarming. De stoelverwarming is heel makkelijk te regelen door middel van op de stoelen te duwen, op het scherm onderaan en vervolgens de temperatuur of ja, de stand van de stoel uiteraard aan te passen. Je hebt zelfs ook bij, als je naar home gaat, en dan iets verder naar links scrolt, dan zie je ook dat je de sfeerverlichting kunt aanpassen. Momenteel is het licht buiten. Ik zal eventjes wat shots laten zien als hem in mijn garage staat. Het is gewoon prachtig om te zien hoe die van kleur kan veranderen. Is zeer rustgevend. Audio is natuurlijk ook een belangrijk aspect, vind ik, van een wagen. Ik vind dat muziek, dat klank toch wel iets belangrijk is. Je zit toch meer een deel van de dag zit je toch in de wagen, of toch ik althans. En dan vind ik het ook belangrijk dat een goede audio-installatie in een wagen wel aanwezig is. Dat is bij deze wagen ook het geval. Vervolgens heeft deze wagen ook nog zelf klimaatonderhoud. Dus hij gaat zelf automatisch regelen welke temperatuur en dergelijke. Alles is eigenlijk geautomatiseerd. Laten we zeggen dat deze wagen zo goed als alles zelf kan. Het enige wat hij niet kan is mijn GPS ingeven en zeggen, rij maar. Dat lukt nog niet, maar dat is toch wel toekomstmuziek. Dat is toch wel toekomstmuziek. En wat ik ook nog wel genieten vind, is dat de wagen keyless access heeft. Dat wil zeggen dat je sleutels dus niet nodig hebt. Je moet ze gewoon bij hebben, maar je hoeft ze niet in het contact te steken. Dat is ook wel zeer makkelijk. En ik heb me toch al een paar keer betrapt op het feit dat ik mijn wagen verlaat en de sleutels toch nog laat zitten. Gelukkig maakt de auto dan een signaal van, Ella, je bent iets vergeten, ik kan niet sluiten. Dus dat is wel fijn natuurlijk. De koffer gaat ook automatisch open, hebben jullie ook al gezien. Het is een zeer luxueus voertuig. En eigenlijk, ik geniet hiervan. Zullen we autoreviews doen? Sinds ik daardoor ga vasten op mijn nieuwe serie. En deze aflevering is er eentje van. Ik kan nu niet direct zeggen hoeveelste aflevering het is. Maar dat weet ik nooit op voorhand. Maar ik heb toen een paar auto's gereviewd. En meestal met een eigenaar. Meestal heb ik een eigenaar die naast mij komt zitten. En die vervolgens uitleg geeft over zichzelf. Over zijn of haar bedrijf. En ook uitleg heeft over de wagen. En dan kan ik mijn ervaring delen, want ik mag ook eens met de wagen rijden. Dat is eigenlijk het hele concept van daardoor gaat vast. En nu had gewoon Jaguar Land Rover met deze wagen uitgelint. En ik had zoiets van, ik moet het alleen gaan doen. Eigenlijk ging het er oorspronkelijk met mijn broer doen. Dat is ook een hele toffe kerel. Dus jullie die binnenkort ook nog wel zien in de vlogs of in daardoor gaat vast.
Maar ja, ik kan er wel van genieten om zo'n review even ook alleen te doen. Even gewoon alleen met de wagen genieten, een beetje uitleg geven. Wat heeft de wagen in petto? En ik hoop jullie het ook leuk vinden. Laat gewoon weten in de reacties. Dan weet ik of ik meer samenwerking met garages moet aangaan of niet. Oh. Dat is niet normaal, joh. Even op zo'n staart trappen ze. Mannen. Doe het toch normaal, joh. Oh, hier de plas. Hoppa, maat. Die waren niet eens zien, joh. Doe het toch normaal, jong. Die. Dat is precies een boot, die gaat er gewoon door, die reageert, 4x4, check, check, check. Holy moly. Ja, dat is insane. Ik denk dat ik zo meteen wel terug naar de car wash moet gaan, want ik ga niet met een vuile wagen rondrijden, dat gaan we niet doen. Hoppa. Moest jij ook een super toffe wagen hebben? Het hoeft daarom geen snelle wagen te zijn, het moet geen 1000 pk hebben. Nee, het mag uiteraard. Het mag een Lambo zijn, het mag een Porsche zijn, het mag alles zijn. Het mag ook een oldtimer zijn. Natuurlijk, een gewone doorsnee wagen, ja, daar zijn we in daar gaat vast niet echt veel mee. Maar dat is niet slecht bedoeld. Maar ik heb het wel iets meer voor de exclusieve wagens. Ook omdat dat natuurlijk veel leuker is voor de kijker dan dat ik bijvoorbeeld met een... ik kan geen merk noemen, want ik ga mensen benadelen. Dat wil ik ook totaal niet. Maar dus dat is wel belangrijk dat je toch een iets of wat andere wagen hebt dan iemand anders. Of iets wat toch niet te veel rondrijdt. En als dat zo is, dan kunt je mij altijd contacteren. Dardro@gmail.com of contact@dardro.tv. En dan zie ik het graag verschijnen. En dan kunnen we misschien eens afspreken. Heb je een bedrijf? Kom ik tot op het... Wow, jong! Jongens en meisjes, we zijn op het einde gekomen van deze aflevering. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat een blauw duimpje omhoog of naar beneden, maar ik verwacht ook alleen maar blauwe duimpjes omhoog. En laat ook een reactie achter om te weten wat jullie van de video vonden. En dan wil ik nogmaals dikke merci zeggen aan de Jaguar Land Rover Garage in Hasselt om deze wagen mijn hele week uit te lenen. Echt waar, ik heb ervan genoten en ik hoop in de toekomst nog meerdere mooie wagens te mogen komen halen en misschien ook wat te kunnen reviewen voor de kijkers hier. Als jullie dat ook willen, laat weten in de reacties. Maar voor deze gaan we afsluiten en dan zeg ik zoals altijd, flex die biceps en joe! Oké, dat was het dus voor vandaag, daardoor gaat het vast. In ieder geval, ik wil nog één ding vragen. Heb jij een speciale wagen, een iets andere wagen dan de doorsneewagen van vandaag? Laat het mij weten op dardro@gmail.com of contact@dardro.tv. Dan gaan we samen in dialoog gaan, misschien kunnen we samen een video maken. Heb je een eigen bedrijf? Dan kom ik tot op het bedrijf, ik film het bedrijf, ik laat het bedrijf in beeld komen. Vervolgens gaan we met de auto rijden, uitleg over de wagen, uitleg over jezelf. En dan kunnen we gewoon een leuke video schieten. Dus bij deze, ja, ga maar naar mijn mail. Stuur maar gewoon, want ik zie het. Jij wilt meedoen, hè? Je mocht toch niet van een vriendin? Laat gewoon even dit filmpje zien. Laat dit filmpje zien en dan mag het uiteraard wel. Gewoon even doen.